Hoi iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering in TercoCraft. Vandaag ga ik gewoon een klein decoratiestukje maken in het Aziatische themagebied. Ja, we zijn van Chinatown eigenlijk veranderd naar een Aziatisch themagebied, omdat we dan ook de Chinese en de Japanse dingen allemaal kunnen laten bovenkomen. De Indonesische dingen kan je binnenkort misschien gaan vinden. Dus ja, we gaan er eigenlijk meer een echt groter themagebied van maken, waarin dat we ook meer opties en meer leuke dingen gaan kunnen bouwen. Vandaag ga ik gewoon een heel klein decoratiestukje maken. Wat het gaat zijn, ja, dat hou ik als verrassing. Dus daarvoor ga je natuurlijk deze video moeten bekijken. Heel veel kijkplezier.
Ziezo, dit was het alweer voor vandaag. Hopelijk vinden jullie het een leuke fontein geworden. Ik had het eigenlijk gevonden gewoon als standbeeld, maar ik denk van, ik ga er een leuke fontein van maken. En ik vind het persoonlijk toch al een leuk geslaagd fonteintje. Ay, fonteintje, het is echt wel een fontein. Er komt natuurlijk in de achtergrond nog allemaal decoratie bij. Er worden nog bloemetjes bij geplaatst, er worden nog plantjes bij geplaatst. Komen hier en daar nog Aziatische decoraties bij. Dus ja, het gaat echt nog wel leuk ingekleed worden. Maar vinden jullie het nu alvast leuk? Vergeet dan zeker niet om dat duimpje omhoog te doen. En ben je nog niet geabonneerd? Vergeet dan ook niet om dat abonneerknopje een keertje aan te raken. Ik zeg tegen jullie, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ciao!